Een keer een eenvoudige film over hoe je tekst spiegelt. En de eerste stap die ik eigenlijk ga doen is een referentielijn uitzetten. Ik moet namelijk een lijn hebben waarom ik straks ga spiegelen. En ik vind het ook prettig als ik daar gewoon mijn letters strak tegenaan kan zetten. Om een referentielijn te zetten, moet je zorgen dat je linealen aanstaan. Je ziet ze hierboven in beeld en je ziet ze hier links in beeld. Zie jij ze nou niet, dan kun je hierboven bij weergave kiezen voor linealen. En het kan eventueel ook weer uit met de sneltoets. Ctrl-R of weer opnieuw aan. Ik wil een horizontale referentielijn gaan maken. En die ga ik halen uit de bovenste lineaal. Dus als ik met mijn muis. Naar de lineaal toe ga, dan zie je dat mijn cursor verspringt tot een normale pijl. En als ik dan de muisknop ingedrukt houd, dan kan ik een lijn naar beneden trekken. En deze zet ik op 50%. Zie je dit nou niet nauwkeurig genoeg, dan kun je inzoomen op je document. En je ziet hij staat hier aan de rechterkant keurig op 50%. Staat jouw lineaal nou niet op procenten, je kunt er met rechts op klikken en dan kun je kiezen voor procent in dit geval. En als je in het verplaatsingsgereedschap zit, hierboven. Dan kun je eventueel ook nog gewoon als je boven de lijn gaat staan, de lijn nog verzetten. Dus je zit niet vast aan 50%. Nu is het tijd om tekst te gaan maken. En dat doe ik heel eenvoudig gewoon via de teksttool. En ik typ een tekst, in dit geval in hoofdletters, spiegelbeeld. Ik druk hierboven op het vinkje. En nu kan ik hem gaan positioneren. Nou, de kleur is niet helemaal geweldig. Ik zit gelukkig nog hier in het eigenschappenvenster. Zie je dat niet? Hier boven bij het venster heb je eigenschappen staan. En ik kies gewoon een andere kleur uit. Laten we voor dit rood gaan. Ik wil mijn tekst uitlijnen. Ik wil hem aan de onderkant keurig op de lijn hebben. En ik wil hem keurig in het midden hebben. Nou, om hem in het midden te hebben ga ik naar het verplaatsgereedschap. En je hebt hierboven een aantal opties om je inhoud uit te lijnen. Alleen dat is momenteel niet beschikbaar. Daarvoor moet je eerst de inhoud geselecteerd hebben. En je moet alle inhoud selecteren. En dat doe je hierboven via Selecteren en te kiezen voor alles. En dan worden opeens de functies wel beschikbaar. En ik klik op Horizontaal in het centrum uitlijnen. Ik hef mijn selectie op met deselecteren en ik ga hem gewoon met het verplaatsgereedschap naar beneden slepen. Lukt het je nou niet om dat helemaal recht te doen? Hou dan de shift ingedrukt en dan ga je gewoon keurig recht naar beneden. En ik zoom in. En hij kan nog wel een klein beetje verder omlaag. Ik zit nog steeds in het verplaatsgereedschap en met de toetsen kan ik hem gewoon een heel klein beetje laten zakken. Dit is op zich goed. En ik wil mijn letters eigenlijk hoger. Ik wil ze veranderen. Ik wil ze transformeren. Dus ik ga naar het transformatiegereedschap. Dat vind je hierbij bewerken. En dan heb je daar vrije transformatie zitten. En je ziet het bokje wat er normaal bij het verplaatsgereedschap omheen zit. Dat wordt iets groter. Op de hoeken en in de vlakken heb ik puntjes staan. En als ik aan die puntjes ga trekken, dan verander ik mijn formaat. En je ziet als ik bijvoorbeeld dit naar boven trek, dat mijn letters wel hoger worden. Maar ze worden ook breder. Eigenlijk wordt gewoon mijn lettertype in één keer groter. Dat is niet de bedoeling. Maar je kunt die lengte-breedte verhouding ook loskoppelen door de shift ingedrukt te houden. En dan kun je ze gewoon naar boven, naar één kant uittrekken. En als je daar tevreden over bent, druk hierboven op het vinkje of op enter. Je ziet echter wel dat mijn letters ook gewoon ja, hoger zijn komen te staan. Dus ik ga ze weer even opnieuw omlaag zetten, zodat ze netjes op de lijn staan. Dit is op zich wel een aardig uitgangsvorm. Nu moet ik de letters gaan spiegelen. Ik wil deze letters behouden, dus er moet eigenlijk gewoon een tweede laag met dezelfde letters bij komen. Dus ik ga de laag dupliceren, ik ga hem kopiëren. Dat doe je hierboven via laag en dan heb je daar staan laag dupliceren. En die noem ik dan spiegelbeeld-kopie met een kleine e. Je ziet er komt een tweede laag bij en die heet Spiegelbeeld Kopie. En als ik de originele laag Spiegelbeeld uitzet, dan zie je dat er niks verandert en dat komt omdat het ook een exacte kopie is. Maar ik kan met het verplaatsgereedschap deze gewoon oppakken en als ik de laag Spiegelbeeld dan weer aanzet, dan zie je dat ik het dubbel heb. Deze letters die moeten dus hieronder komen te staan en die moet ik gaan spiegelen. En om ze te spiegelen, dat doe je wederom via het transformatiegereedschap. Dus bewerken en vrije transformatie. Of de sneltoets Ctrl T. En ik adviseer je echt om dit soort sneltoetsen gewoon uit je hoofd te leren. Het scheelt je gewoon tijd. En wat ik nu moet gaan doen is hem roteren. Nu kun je een van de hoekpunten oppakken. En hem gewoon 180 graden roteren. Maar je kunt er ook met rechts op klikken. En kiezen voor Roteren 180 graden. En hij staat in dit geval dus al ondersteboven. Hij staat echter nog niet goed in spiegelbeeld. Ik moet hem ook nog horizontaal spiegelen. Dus ik klik er met rechts op en ik kies voor horizontaal omdraaien. En dan staat hij al een stuk beter. En nu is het de zaak om hem er gewoon onder netjes tegenaan te schuiven. En om de puntjes op de i te zetten, zoom ik weer in. En met de pijltjes toetsen kun je eventueel nog wat kleine dingetjes aanpassen. Ik vind het zo goed. Ik klik op het vinkje. En ik zoom uit. Ben ik helemaal content? Nee, dat niet. Ik wil mijn letters onder nog hoger hebben, dus nog, uh, nog meer in de hoogte. En ik wil ze ook uit laten lopen. Dus ik ga ze allereerst even met het transformatiegereedschap gewoon en de shift ingedrukt houden verder uittrekken. Maar ik wil ze onder ook breder hebben dan boven. En dat zou je kunnen doen met perspectief. Als je in het transformatiegereedschap zit en je klikt met rechts, dan heb je een aantal opties. Je hebt schalen, roteren, schuintrekken en verdraaien bij tekst. Maar vervormen en perspectief zijn lichtgrijs. Dat betekent dat ze niet beschikbaar zijn. Daar is echter een workaround voor. Dus ik breek dit even af. Ik ga de laag eerst omzetten naar een slim object. En dat doe je hierboven bij laag. En dan kies je hier bij slimme objecten voor omzetten in slim object. Er komt een klein symbooltje bij je laag te staan. En nu is het een slim object. En een slim object kan ik natuurlijk weer wel in perspectief veranderen. Als ik er dan met rechts op klik via het transformatiegereedschap, dan heb ik namelijk wel de optie perspectief. En wat ik doe, ik trek een van de hoeken gewoon naar rechts in dit geval. En je ziet de linkerhoek gaat gewoon mee. En als je tevreden bent, dan klik je hierboven op het vinkje. Dit is op zich al vrij aardig. Ik wil alleen nog een mooi verloop. Ik wil dat het onder minder goed zichtbaar is dan boven. Dicht bij de letters mag de dekking gewoon 100% zijn en lager moet die gewoon minder zijn. Dat ga ik doen met een masker. En in dat masker kun je dus aangeven wat wel zichtbaar moet zijn en wat niet zichtbaar moet zijn. En een masker kun je hieronder via dit icoontje aangeven of je kunt kiezen voor laag, laagmasker en gewoon alles onthullen kiezen. Dan nou, komt een wit vierkantje bij je laag bij en dat witte vierkantje dat is je masker en daar moeten we in gaan tekenen. Nu is een masker zo dat alles wat wit is in het masker dan is het te zien. En als ik het masker even bijvoorbeeld heel simpel vul met zwart, dan is het masker zwart. En als ik alles uit het masker dan zorg ik dat zwarte masker ervoor dat mijn laag verborgen is. Dus ik moet daar een verloop in gaan creëren. En dat doe je hier met het verloopgereedschap. In een masker zijn je kleuren altijd zwart en wit. En ik wil gewoon een masker maken, ook van zwart naar wit. Nou, zwart dat verhult dus en wit laat zien. Ik wil het aan de onderkant niet zien. En in dit geval is zwart mijn voorgrondkleur. Dus ik maak een verloop van onder waar het zwart wordt naar boven waar het wit wordt. En je ziet al meteen dat mijn letters gewoon. Onderin gedeeltelijk verdwijnen. Ben je hier nou niet happy over? Dan kun je gewoon over je masker een nieuw gradient maken en dan wordt het verloop nog wat beter. Op zich is dit al goed. Ik vind alleen de gespiegelde letters wat te nadrukkelijk aanwezig. Dus ik ga gewoon de dekking van die laag veranderen. Dat doe je hier in het lager paneel. Daar heb je dekking staan. En als je op het woord dekking gaat staan en je auto muis ingedrukt, dan kun je hem gewoon naar links slepen voor een lagere dekking. En ik ga gewoon zorgen dat het net. Te zien is. Nu wil ik nog één ding doen met deze twee lagen. Ik wil er nog een klein beetje een effect aan geven. En om dat goed te doen ga ik de lagen eerst met z'n tweeën in één groep zetten. Ik ga zorgen dat ze gewoon keurig bij elkaar blijven. Ik selecteer een laag en ik hou mijn Ctrl-toets ingedrukt en ik selecteer de andere laag. Daarmee zijn beide lagen geselecteerd. En via hierboven laag ga ik kiezen voor lagen groeperen. En ik krijg gewoon een groep. Daar zitten allebei de laag in. Als ik op het pijltje klik, dan worden ze ook weer zichtbaar. Maar als ik op het oogje voor de groep klik, dan zie je dat alles gewoon in één keer verdwijnt. En als je groep geselecteerd is en je pakt het verplaatsgereedschap, dan kun je ze ook gewoon keurig allebei in één keer oppakken. In deze groep wil ik dus een klein beetje een effect geven. En dat doe ik via het laagstijlen menu. Dat kun je doen door met rechts op de groep te klikken en dan te kiezen voor opties voor overvloeien. Of je kunt hierboven kiezen voor laag. En dan heb je laagstijl staan. En daar staan verschillende dingen in. Nou, ik kies bijvoorbeeld voor uh, schuine kant en relief. Er komt een nieuw venster op. En dat is het laagstijlen menu. En daar heb je tal van opties in. Nou, een schuine kant en relief heb ik dus aangevinkt. En ik geef ze een klein beetje diepte mee. Ik pas mijn formaat nog een klein beetje aan. En ik maak het een verloop wat zachter. En ik geef vervolgens ook nog een kleine slagschaduw erbij. Dat geeft net iets meer diepte. En ik druk vervolgens op OK. Wil je dit nou niet op je gereflecteerde letters hebben, dan zou je dit effect ook alleen maar op uh, de laag spiegelbeeld in dit geval kunnen toepassen. Dus alleen op de laag van je oorspronkelijke letters. Laat ik dat gewoon eens doen. Ik ga dit effect gaan kopiëren. Dus ik ga met rechts op. Effecten klikken en ik zeg laagstijl kopiëren. En vervolgens druk ik daar op het oogje om het uit te zetten. Ik selecteer mijn laag spiegelbeeld. Ik klik er met rechts op en ik kies voor laagstijl plakken. En je ziet het wordt alleen op de letters toegepast. En zo eenvoudig is het dus om letters te spiegelen en daar een klein beetje mee te spelen. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei.